Goedendag, het is onstuimig weer vandaag. Gelukkig wel met een beetje zon, maar toch vooral ook veel wind en zware tot zeer zware windstoten door een stormdepressie die over de Noordzee in de richting van Denemarken trekt. Zoals gezegd, wel af en toe zonneschijn, zo links en rechts ook een paar sneltrekkende buien. Het is zacht, maximaal 9 of 10 graden, maar het gaat dus om die wind uit het westen. Die is aan zee stormachtig en in het noordwestelijk kustgebied later vanochtend en vanmiddag korte tijd stormwindkracht 9. En zware tot zeer zware windstoten. Aan zee tot 100 à 110 km per uur. Misschien op de Wadden lokaal 120 km per uur. In het binnenland in het algemeen windvlagen tot 80 à 90 km per uur. Onstuimig dus. Vanavond zal de wind langzaam in kracht afnemen. Komende nacht wordt het uiteindelijk zelfs relatief rustig, met vanuit het zuidwesten tegen de ochtend alweer af en toe regen. En ook morgen is er dan vrij veel bewolking met af en toe wat regen. Hoge temperaturen van 9 of 10 graden. Vrijdag, nou, overwegend droog, misschien een enkel streepje zon. Zaterdag in het zuiden een spatje regen, maar de wind die draait dan al naar noord tot noordoost. De wind blijft vervolgens een paar dagen noordoost en voert koudere en droge lucht aan, waardoor de ruimte voor de zon groter wordt, maar waardoor het natuurlijk ook kouder wordt. Zondag een graad of 4, maandag een graad of 3 en na het weekend neemt de kans op lichte vorst ook duidelijk toe. Hoe lang het dan mag duren, dat is nog vrij onzeker. Houd u op de hoogte. Fijne dag verder.